Goedemorgen. Ja, daar zijn we dan weer. Totale verwarring op de televisie. Na gisteren de eerste aflevering van Ranking the Stars werd er druk getweet dat ik, dat je er niks van zag, dat ik afgevallen was. Maar ook tweets van je ziet heel goed dat je afgevallen bent. Nou, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de opnames zijn in mei, hebben die plaatsgevonden. Juni, begin juni. Maar toen was ik nog helemaal niet met lijnen begonnen. Dus de mensen die zeggen van je kunt al zien dat je afgevallen bent op televisie, dat klopt niet. Want dit ben ik dus bij Ranking the Stars. Nou, dit ben ik nu. Je ziet ook dat dit is echt van varkentje, varkentje, leef je nog. En dit is gewoon, varkentje is afgevallen. Dus de mensen die zeggen van, je kunt het al zien, dat klopt niet. En de mensen die zeggen, je kan er niks van zien. Nee, dat klopt ook niet, want dat is eerder opgenomen. Dus de verwarring is compleet over, kun je het nou al zien of kun je het nou niet zien. Je kunt wel iets zien, ik hoop vooral de lol van Ranking the Stars. Maar je ziet ook dat ik daar nog niet begonnen ben. En hier, dus dat is dit. En dit ben ik dan nu zelf. En ja, ik heb die blouse niet bij me, als ik hem gelijk aangetrokken. Maar het gaat goed, maar de verwarring is compleet. Houd vol, houd goede moed. Over een week ben ik weer terug in het Spaanse. Met een oude vertrouwde weegschaal. En dan zult u zien dat ik weer meer ben afgevallen. Het gaat moeizaam nu hoor, want Amerika is veel te leuk. Maar ik hou het wel vol. Adieu, paraplu.